Hoe is het? Goed, goed. Jij komt met paradijzen zeker? Ja, inderdaad. Ja, veel soorten? Ja, er zijn eerst al wat kleintjes. Ik heb nog wat groter ook. Ah, ideaal. Ik ga hier de kleintjes uit doen. Ik ga me als een overkant zetten. Dat is waarschijnlijk het enigste, Bart. Dan moest ik het zelf thuis proberen. Dat ook zal lukken, radijzen. Ja, radijzen, dat is eigenlijk wel... Als je begint met groenten kweken of zo, dat is eigenlijk het eerste dat je zou moeten zetten. Heel moeilijk is dat niet. Je moet juist maken dat je grond dat die goed, altijd vochtig is en zo. Vooral in het voorjaar is dat het makkelijkste. In de zomer ga je heel snel radijzen hebben, maar ze gaan ook heel snel te groot zijn. Hè. En aangezien dat wij die zo jong oogsten, is dat wel soms zoals dit hier, deze grootte, dat verschil, dat is één dag. Hè. Morgen is deze radijs zo groot. Hè. Eén dag? Eén dag. Dat gaat zo snel. Hè. Ik krijg veel de vraag van gasten in het restaurant van ja, allee, dat zijn toch geen speciale radijzen, zo klein. Ja, maar ik zei, dat zijn gewoon jong geoogst. De mensen denken dat dat een speciale variëteit is, maar dat is absoluut geen waar. Hè. Die zijn gewoon heel jonge oogsten. Wat dat wel is, die kleuren, ja, zoals die paarse, vinden misschien niet zoveel. Maar die andere, zoals de rode en de lange, dat zijn gewoon radijzen die vroeger uit de grond getrokken zijn. Ja, die zijn vrij courant. Wat ga je juist maken met de radijzen misschien? Ik heb hier drie gerechtjes voor je. Ik zou eerst gewoon... Een boterham, een toast met platte kaas en radijzen, dat is altijd lekker. Ja, dat is een echte klassieke. Ja, en dan zou ik willen een patatje confeten met een klein beetje rolmops, een beetje scheefjes radijs en een vinaigretje zo erbij, zo'n vinaigret salé. Ik heb ook nog een tartare van zalm met gepiekelde radijzen. Er zijn wat gepiekelde groentjes erbij, zo wat radijzen met wat komkommerachtigen erbij, dacht ik. Ja. Dus drie zomerse gerechtjes. Hè. Dan heb je ook waarschijnlijk nog grotere radijzen nodig. Maar ik zou zo een beetje van alles nodig hebben. Maar ook wat bloemen en wat zaadhulzen en al, wat afgelijmen. Ik heb er nog wat staan radijzen die in bloem staan. En die zaadhulzen ervan. Ik heb hier nog wat radijzen die ik in bloem laten komen hebben. Ik heb hier in droos. Ah ja, super. En wat ook wel zaadhulsjes zeker. Ja, als het kan. Hier zo. Ik krijg er Is goed, hè. Zussen. Volassen. Ja, radijzen. Bloemetjes, zaadhulsen. Kan ik alvast gaan beginnen, hè. Oké, ça va. Allee, tot zeffens. Tot straks, hè. Vandaag gaan we ons focussen op de radijsjes. We gaan een toast met platte kaas en radijzen maken. Ten tweede gaan we een aardappeltje confijten in een klein beetje olijfolie. We gaan dat serveren met een klein beetje rolmops, dus eigenlijk haring op azijn, radijsjes en een klassieke vinaigrette salé. En ten derde gaan we een tartare maken van zalm met gemarineerde radijsjes en andere gemarineerde groenten zoals komkommerachtige. Dus de radijsjes... Die heb ik al gespoeld. We gaan ze een klein beetje verdelen. Maar ik zou willen voor de toast met de radijsjes en de platte kaas wil ik me vooral focussen op de kleine radijsjes. Zo, dus dat is straks voor de toast met de platte kaas en de radijsjes. Anderzijds heb ik hier al een marinade gemaakt. En dat is een marinade op basis van Japanse rijstazijn. Dat is 240 gram Japanse rijstazijn. 80 gram mirin, of zoete rijstwijn, en 10 gram grof zout. We hebben dat aan de kook gebracht en we hebben dat laten afkoelen. We gaan dus de grotere radijzen gaan in stukjes snijden. We gaan die daarin leggen en die gaan mooi marineren. Dat gaat een mooi zuur accent geven. Zo gaan die mooi in 4 of in 6, afhankelijk van de radijs, nemen. Beetje verschillende kleuren zo. We gaan ook een keer eentje op zijn geheel laten.
Dus omdat we gaan die tartare van zalm straks zo speels mogelijk afwerken met verschillende soorten radijsjes. En dan de rest van de radijsjes gaan we sparen voor de bereiding met geconfete aardappeltjes en roomops. We gaan de toasten bakken. We gaan die toasten bakken in ruim olijfolie, zodanig dat die mooi geabsorbeerd worden, dat die mooi krokant worden en zacht van binnen. We gaan de toastjes bakken. Ik heb het brood gesneden op ongeveer 1 centimeter. Ik heb dat dan in een ronde uitgestoken. Gewoon voor het visuele, voor de vorm. Dat hoeft natuurlijk niet. Een toast moet echt krokant zijn, hè? Anders zijn dat geen toasten. Hè? We gaan die op een keukenpapiertje leggen. Om het overtollige vet te absorberen. Ondertussen gaan we dus de platte kaas mengen met zwarte peper van de mol, grof zout, klein beetje fijn versneden bieslook, klein beetje shallot. Geeft een mooie pittige textuur en is heel mooi in combinatie met de radijsjes. Een beetje shallot eronder. Bieslook. Peper van de mol. Dat mag ruim wat peper van de molen zijn. Platte kaas kan daar tegen, hè. Vraag dat. Hè. Fleur de sel, grof zout. En we gaan roeren. Hè. Ik heb proeven. En dat is goed, dat is wel. Dus alles staat nu klaar voor de toast met platte kaas en radijzen. En straks zal Bart voor ons nog zorgen voor een klein beetje Kaapse loogbloem. Voor een beetje het bieslookachtige en het lookachtige te accentueren. En natuurlijk ook nog voor een mooi visueel accent. Dit zijn Kaapse lookbloemen. Dat heeft de smaak van look, een beetje gebrande sesam. Echt heel, heel sterk van smaak. Mijn chef werkt er graag mee, omdat ja, lookaccent en uiaccent, ja, dat is plezant om in de gerecht te verwerken. Kaapse look, dat is iets dat je thuis wel kunt zetten, maar het is wel beter dat dat in de serre staat eigenlijk. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, ik zet een pot buiten, ik zet daar die kaapse look in. En in de winter, als het hard vriest, dan zet die gewoon binnen. Dan is er geen probleem. Maar als dat nu heel de winter bijvoorbeeld een week of twee min 10 is, dan kan het er wel iets aan zijn, zoals deze winter. We gaan de aardappeltjes confijten nu. Voor bij de romops, we gaan dat ook weer gewoon in een pannetje met een beetje olijfolie. Heel langzaamaan. We gaan het pannetje opzetten, terug met een beetje olijfolie. Dus we gaan zachtjes die aardappeltjes laten garen in die olie. Ik verkies om die aardappeltjes eerst niet te koken, omdat dan de smaak in het aardappeltje blijft en niet in het kookwater. Het is zo voor veel producten, vind ik het altijd, zeker voor groenten, het best om ze rauw rechtstreeks soms te bakken, te garen, te confijten. Omdat als we een groente gaan koken, dikwijls verliest men heel veel smaak zo. Ondertussen gaan we de vinaigrette salé maken. We starten met een eitje. We nemen 25 gram mosterd, 35 gram azijn en 350 gram druivenpitolie of een andere neutrale olie. We gaan er een beetje zout in doen, een beetje peper van de mol. Ondertussen gaan we kijken of we de patatjes te keren. Die hoeven niet gekleurd te zijn, die mogen gewoon langzaamaan confijpen. Langzaam gegaard in een vetstof betekent dat. Dus we gaan de vinaigrette nu mixen. En op het einde doen we daar nog 100 gram water bij. Dus we gaan dat nu opnieuw mixen. Door de toevoeging van het water is dat iets liquider geworden. Iets minder gebonden, dus heeft dat een mooie textuur van vinaigrette. Juist nog een keer de gaartijd van de aardappeltjes checken. Ja, dat is ideaal. We gaan die dus ook op een keukenpapiertje leggen. Dat kan dus gerust gebeuren in onze voorbereiding, want we gaan die koud serveren. Nu gaan we de roomops versnijden.
rol hem op. Ze zijn eigenlijk in principe dus haringen op azijn. Maar waarom rolmops? Ze zijn gerold. Daartussenin zitten dus ajuintjes op azijn, gecombineerd met die haring op azijn. Dat is een schitterende delicatesse, zou ik zeggen. We gaan daar mooie stukjes uitsnijden. Heerlijk, hè? Voilà, we hebben hier dus een aantal mooie stukjes rolmops. In principe staan we klaar met de basis voor dit gerechtje. Dus we hebben nu voor de laatste bereiding tartare van zalm gaan we maken. We hebben dus de zalm. We gaan die dus in tartares nemen. Dus we gaan hem eerst in fijne reepjes nemen. En nadien in blokjes. Ik vind het belangrijk een tartare dat daar nog een beetje beet op zit. Dat dat geen puree is of geen pap of zo. Je moet daar nog een beetje kunnen op knabbelen. Het is belangrijk als je zalm snijdt, dat je dat snijdt met een heel scherp mes. Zodanig dat je dus echt kunt snijden, kunt glijden door de vis en dat je de vis niet kapot hoeft te trekken. En nu gaan we over naar de blokjes zalm. Die hangen allemaal los van één, hè. Dus dat zijn geen draden zalm of zo, is echt gesneden. Belangrijk voor een tartare, of een tartare van vis of vlees, is dat het mooi gekoeld is, dat het uw product mooi koud is om te bewerken, ook om te verwerken en ook om te nuttigen. De tartare die is gesneden. We gaan die kruiden, peper van de mol, grof zout, en een beetje fijn versneden shallot onder doen. Niet te veel, het is belangrijk dat je de zalm nog proeft ook. Een beetje fijne bieslook en een mooie lepel zure room. Io te parlo non respon. Te se per se mezzo son. Klein beetje citroensap. En een beetje rasp van citroen ook voor een mooi fris aroma te hebben. Cosa guarda da lontano. Cos tu cuore innamorata. Ideaal. Dit is blauwe borage. Dat is ook eigenlijk een plant die wel gemakkelijk groeit. Ook eens dat je dat ene keer staan hebt in de tuin en als dat in zaad gekomen is, heb je graag gearandeerd elk jaar. Dat werd ook wel een keer komkommerkruid genoemd. Dat proef naar komkommer, maar ja, je moet dat wel een paar bloemen in je mond eten. Maar toch, dat is ook een heel grote bijenplant. En in de tuin staat het, dat staat vol met bijen. Kijk, er zit hier nu juist in. Ook eigenlijk, qua blauwe bloemetjes zijn er eigenlijk niet zo vrij veel. Vandaar is ook wel een interessant bloemetje. En dat is ook iets dat je wel in elk tuincentrum vindt, de zaadjes hiervan. Borage, dat is wel redelijk gekend. We gaan beginnen met de afwerking van de toosten. Dus op de krokante toosten gaan we eerst een beetje platte kaas doen. Die kleine radijsjes voor daarop gaan we besprenkelen met een klein beetje olijfolie. Gewoon als ze een klein beetje blinken ook, dat is altijd mooier. En we gaan die toastjes beginnen opbouwen, hè. We gaan die uiteraard op zijn geheel laten, die radijsjes. We gaan dat afwerken met nog een extra draaike. Een zwarte peper. Klein beetje grof zout nog. Beetje citroenrasp. Voor op te frissen. Dus we gaan verder met de geconfijte aardappeltjes. Beetje kruiden met grof zout. Aan die speels op het bord leggen. Daarop gaan we telkens een stukje haring leggen. Kijk, als ze vroeger zijn, hier in Brugge, kazakken met haring. Hè. Kazakken zijn de aardappelen in de pellen, zo gezegd. En we gaan afwerken met verschillende schijfjes, verschillende kleuren, verschillende vormen. Radijs. We gaan die snijden met de mandoline. Als u dat natuurlijk thuis niet hebt, pakt u een aardappelmesje, een dunscheller of zoiets.
En we gaan die haringen daar mooi mee garneren. Eigenlijk is dat een heel simpele bereiding. Dat zijn aardappelen, merelmops en radijs. Maar door creatief om te springen met groenten of met producten of zo, straks ook met de radijsbloemen erbij en de zaadhulzen, kunnen we daar toch eigenlijk bijna een feestelijk gerecht van maken. Ook die toastjes, denk ik. Het is soms out of the box denken en proberen groenten of producten te benaderen vanuit een ander standpunt. En ik denk dat we dan op een heel eenvoudige manier, zonder moderne keukenapparatuur, toch wel ver kunnen geraken. Hè. Daarbij zullen we dan ook straks aan tafel de vinaigrette. We gaan dat apart serveren in een kannetje. Als laatste bereiding hebben we de tartaar van zalm met de gepekelde radijsjes. We gaan hier de speels insteken. En dan straks werken we af met de komkommerachtigen. Dit is eigenlijk een soort komkommer, maar dan in een bolleken. Dat is, kijk, ook wel visueel is dat heel mooi in bolleken. En wel, het is echt de smaak van komkommer. Hè. Wel een beetje, ja, heel krokant. Die komkommerbolletjes die groeien eigenlijk op een touw. Zit. En eigenlijk, als je dat gewoon in het voorjaar in de serre plant, na 15 mei. Je moet dat gewoon laten doen en dat groeit als wel onkruid. Eens dat die onderweg gevonden hebben, kunnen we er eigenlijk weinig aan misdoen. Heb je alles gevonden, Bart? Ja, dat. Het ziet er lekker uit, hè? Allee, dat is plezier. We gaan dat afwerken met, een beetje zaadhulzen. En als laatste, dus de radijsbloemetjes. Dat maakt het natuurlijk heel fris en vrolijk. Hè? Dat is een heel mooi bloemetje. Hè? Zo. Dat is nummer 1. Dus de tartare van zalm met de gepekelde groentjes gaan we verder afwerken met komkommerachtigen. Dan heb ik ook nog een beetje zou marineren met een beetje olijfolie. Nou, lekker, hè? Mooi. Zalm is zuur rond, dat blijft toch een goeie, hè? Ja. Ching, hè? Dat is wel plezant. Als je zelf je radijsjes kweekt, dat je zo die grootte kunt zelf bepalen. Hè. Als ze jong genoeg zijn, vroeg genoeg uittrekken. Ja, absoluut. Ja. Want als je zo'n knot zit van een radijs, ja, kun je moeilijk zo één radijs gaan opleggen. Ja, dat is. En het kan niet verser zijn, hè? Santé, hè? Santé, hè?